ben Lars Bergman. Ik ben 22 jaar en ik heb voor Marijk van der Steen een nummer geschreven. Het gaat eigenlijk over haar passie voor zingen en ik heb ook nog wat verwerkt met betrekking tot het namaken van foto's wat zij doet. En eigenlijk die passie van de zang heb ik verwerkt in een nummer en ik wil dat ook, of we gaan dat ook door haar laten zingen. Geweldig! Mooi hè? Ik ben helemaal leuk en mijn kippenvel. Ja, ik kan wel huilen. Ik vind het mooi. Echt heel mooi. Ik heb het ook gehoord. Dus je hebt toch Nederlands gedaan, ja, hè? Ik heb het toch in de, prima, dus de eerste keer dat ik iets in het Nederlands heb geschreven. Want je zei, je doet liefst Engels. Maakt er mij niet uit. Maar ik dacht, dat is misschien ook voor mij een keer goed om dat toch maar te doen. Heel goed. Nou, ik vind het zo mooi. Zo goed verwoord. Ik zou het zelf niet beter kunnen gewoon. Ik was echt wel ontroerd eigenlijk hoe die dat gemaakt heeft. Ja, dan zou ik hem nu wel best wel willen proberen om eens even te kijken of het lukt om hem dan wel. Want je ging nu door inderdaad heel goed. Ik wist niet of we dat nu al gingen doen. Ja, nee, ik dacht van, we doen de eerste keer nu zo, maar ik wil het nu wel proberen. Ja, proberen? Ja, zeker. Zullen we nog een keertje doen? Ja. Altijd blijven zingen. Ga ik nog even op zoek dan. Ja, maar dan moet ik even dus kijken van met het met spelen en zingen. Dat ja, moet maar eens, kijken hoor. Het is jouw lied, maar het is ook mijn lied. Nou, ik wou net zeggen, ik heb het wel voor jou gemaakt. Ja, weet ik, maar hè, dus wel jouw interpretatie en qua muziek ook. Ja, oké. Leuk. Ja.